Dit zijn allemaal membranen, filters, die worden gebruikt om groen gas te produceren. En dat gebeurt hier in het Hoogheemraadschap van Delfland, zodat iedere kuub die hier geproduceerd wordt, niet in slochteren uit de grond hoeft te komen. Kijk, dat is pioniersdenken. Het Hoogheemraadschap van Delfland, wat bent u voor organisatie? De waterschappen zijn het oudste overheidsorgaan van Nederland. En u ziet waar wij voor staan als Hoogheemraadschap, is dat we droge voeten hebben, de oppervlaktewater schoon is en in dit geval zoals we hier staan, dat het rioolwater gezuiverd wordt. Ja, wat doet u precies met het rioolwater? De gemeentes die zamelen rioolwater in. Dat kan ook het water zijn wat in het putje gaat als het regent. Maar ook huishoudelijk rioolwater, maar ook van bedrijven. Dat komt hier binnen, vuil en wel. En wij zorgen dat het gezuiverd wordt. U maakt er biogas van deze, maar u heeft gekozen om van biogas weer een stapje verder te gaan. Ja, met de vergisting hier, daar komt biogas vrij. Dat biogas gebruiken we eerst zelf voor onze eigen energie. Wij gebruiken natuurlijk vrij veel energie. En toen hebben we gekeken van, kunnen we daar niet slimmer mee omgaan? En dat kan. Wij zijn een stap verder gegaan. We maken van biogas maken wij groen gas. Dat is hier, dat gaan we dadelijk kijken. En dat biogas of dat groen gas leveren wij aan het net. En daar rijden bussen, vrachtwagens op als alternatief voor aardgas. Het proces van rioolwater naar jullie groene gas. Hoe gaat dat? Nou, het rioolwater dat komt hier achter ons binnen, daar in die grote installatie. En dan is de eerste stap van het rioolwater is dat we het gaan bezinken. En dat doen we in deze voorbezinktanks waar we nu op staan. Daar wordt het water wordt gescheiden van het slip. En het water dat maken we schoon in de rest van de zuivering aan die kant. En dat slip dat transporteren we naar die kant, naar de indikkers en dan vervolgens naar de gistingtanks. In de gistingtanks daar blijft het slip ongeveer 30 dagen bij 37 graden. En dan maken we van dat slip maken we biogas. Dus de waterzuivering gebeurt daar en het groene gas gebeurt daar. Klopt, zullen we die kant op lopen? Doe. Gas wordt hier opgeslagen, tijdelijk. En dan? Ja, klopt. Het wordt hier ongeveer 3 uur opgeslagen. En dan wordt het voor door die grote buis die je daar ziet lopen, wordt het hier naar de koelinstallatie gebracht. Dan wordt het temperatuur wordt gekoeld naar ongeveer 5 graden om het vocht eruit te halen. En dan gaat het gas vervolgens naar de koolfilters toe. En daar wordt HTWS en xyloxane, dus eigenlijk de stofjes die we niet in willen hebben, worden eruit gehaald. En vanuit daar wordt het de container ingebracht om verder opgewerkt te worden. Uiteindelijk naar het groene gas? Uiteindelijk naar het groene dat gas. Dat gebeurt daar? Dat gebeurt daar. Hoe zorg je er nou voor dat het proces ten alle tijde goed verloopt? De kwaliteitsbewaking van het proces die vindt hier plaats, in de gasformatograaf. Daar wordt het gas eigenlijk elke 5 minuten gemeten om te kijken of het aan de kwaliteit voldoet die de netbeheerder eraan stelt. En omdat gas reukloos is, moet er uiteindelijk nog een geurtje toegevoegd worden. Dat gebeurt hier, net als die karakteristieke geur thuis. En hier gaat uiteindelijk al het gas doorheen, 1,5 kilometer onder de grond naar de netbeheerder. En daar wordt het gebruikt voor het wegvervoer. Wat een fantastisch project! Hoe is het tot stand gekomen? Ja, eigenlijk tweeledig. We zochten daar een manier om groen gas te produceren en de technische levensduur van de gasmotoren liep ten einde. Dus dit was eigenlijk 2 vliegen in 1 klap wat op de achterkant van een bierveldje is ontstaan. En nu operationeel, sinds wanneer? Sinds 23 januari en we hebben al 1 miljoen kuub geproduceerd. 1 miljoen kuub al. Hier produceren jullie groen gas uit biogas, nieuwe tak van sport. Wat deden jullie voorheen met het biogas? Ja, voorheen verbruikten we het biogas in motoren, waarbij we het om gingen zetten naar kilowattuurtjes en naar warmte. De kilowattuurtjes die verbruikten we zelf in het proces voor onze pompen en voor onze beluchting. En de warmte, een deel daarvan, gebruikten we voor onze gisting. Maar het andere deel, ja, dat gebruikten we gewoon helemaal niet en dat werd vernietigd. Daar hebben jullie nu een hele goede oplossing voor gevonden. Maar nu zitten jullie weer met CO2. Daar gaan jullie ook mee aan de slag. Heb je daar al ideeën over? Ja, we hebben het voornemen om de CO2 die vrijkomt bij het proces van groen gas, om dat te gaan vervloeien. Ja. En dat bijvoorbeeld te gaan hergebruiken in de voedingsmiddelenindustrie of in de glastuinbouw. Zodat uiteindelijk alles hergebruikt wordt? Ja, correct.